Oké, dan gaan we nu even verder voor internet. Want we hebben nog een heleboel taarten over waar we in de uitzending niet aan toe zijn gekomen. En jongens, lopen jullie even mee, want we gaan... nog een heleboel taarten zijn hier nog gebleven. Eerst maar even beginnen hier. Zo, dit is Irene, de pianotaart. Ja. Irene? Ja, jij hebt hem gemaakt? Mijn zussen. Oh, jij hebt hem gemaakt. Oh, jullie zijn zussen. Ja. Oh, wat leuk. Irene. Vertel even, wat heb je gemaakt? Nou, Irene speelt heel goed piano. Dus ik heb voor haar verjaardag een pianotaart gemaakt. Oh. En van binnen is hij ook zwart-wit, chocolade en vanille. Oh. Met hazelnoot. Ja. En hoe klinkt hij? Heel mooi. Loze marsepein gemaakt. Ja. Oh, ging van dans naar marsepein. Dat vind ik wel lekkerder. Ja, vind ze ook. Daarom doe ik altijd marsepein. Hoeveel dans nou zo lekker? Leuk idee, hè? Nee, het is gewoon echt één homp suiker. Nou, leuk idee, hè? Heel leuk. Ik vind het mooi dat hij zo een beetje zo oploopt. Ik vind het ik laat hem intact. Leuk model. Ik laat deze nog intact. Maar gaan we door naar, even kijken, Francisca van Kammen. Op zoek naar voedsel. Die zit daar. Hallo daar, Francisca. Wat heb jij gemaakt? Dit zijn kerstbomen. Ja, kerstboom cupcakes. Chocolade cupcakes. Kijk. Zo. Met witte botercrème en de groene botercrème, dat zijn de kerstbomen. En ze zijn gemaakt eigenlijk voor op school? Het was een tractatie voor mijn bonusdochter. En hoe vonden ze hem? Hartstikke lekker. Oké, en wat zit erin? Chocolade cupcakes. Helemaal vol met chocola? Normaal. Lekker. En Smarties als versiering? Ja. Dan hebben we Manon van Oussoren, zeg ik het goed? Waar zit maar? Hier. Oh, daar. Kijk. Oussoren. Ja, ik denk, hoe zou je dat uitspreken? Oussoren. Manon van Oussoren, met een lieve heer en een enorm lieve heersbeest. Heeft u hem gemaakt? Wie hebben we gemaakt? Ik heb hem gemaakt. Ja. Okay. Wel een beetje geholpen, vooral met de fondant, want dat was nog even een beetje een gedoe. Maar, Vertel eens, het is een hartstikke leuke taart, maar wat is... Een lieve heersbeestje, het is voor een kinderfeestje. En er zit een biscuit gewoon in met jam, aardbeienjam en botercrème. Mm-hmm. En van binnen zitten er allerlei kleuren in, want het is toch voor kinderen. En als het goed is, als je hem opensnijdt, zitten er ook allemaal snoepjes in die er dan uitstaan. Oh, zullen we hem even opensnijden? Pak even, heb je een mes? Zullen we het doen? Mag dat? We mogen hem opensnijden? Ja, zeker. Okay. Ik snij hem door de helft, dan kunnen we mooi de binnenkant zien. Ja. Kijk, ben je lang mee bezig geweest? Gisteren. Bijna de hele dag. Gisteren de hele dag. Hij moet ook afkoelen. Oh, ik zie dat ze groen. Kijk, even kijken of we hem kunnen optillen. Dan zien we een beetje... Kijk, zo. Oh, wat leuk. Ja. Er zit een soort verrassing. Kun je dat zien? Dat ze eruit vallen? Ja. Maar dit is ook heel mooi. Al die rollen. Ja. Pinjana, leuk, hè? Zie je dat? Ja, dat is zeker goed. Het is leuk, wel mooi, leuk. Nou, leuk. En dan zo die strepen allemaal erin. Ja. Nou, knap, hoor. Ja. Heel apart. Hartstikke mooi. Dankjewel. Fanny Paschier. Een stapel pannenkoeken. Wat een goed idee. Ja, dat is een leuke. En zijn het ook pannenkoeken? Of is het hartig of is het zoet? Het is een combinatie. Flapjack cake. Flapjacks zijn Amerikaanse pannenkoeken. Dat zijn de dikke pannenkoeken. Hmm? Die kennen wij hier in Nederland niet. Maar je had hem gemaakt voor? Collega's. Voor collega's op de zaak? Voor collega's binnen Jumbo, ja. Je hebt allemaal laag gemaakt? Of heb je gewoon per laagje afgedekt met zo'n roffel dan? Ja, nee, Jumbo. Het is... Ja. Bij Jumbo. Hey, is dit hard of zacht? Dat is zacht. Het is zacht. En is het gebrand? Ja, dat is met airbrush en daarna met de crème brûlée brander eroverheen. Ja, om, voor die Jumbo. Maar bij Albert Heijn en bij de Lidl hadden ze hem ook lekker gevonden. Oh, heel mooi. Wel mooi kleur, vind ik het. Hij is heel mooi. Hij is gevuld met pandan cake en een crème van palmrietsuiker en kokoscrème. Oh. Zo. En hoe heb je die randjes gemaakt? Ja, dat gaat echt met de hand. Ga je gewoon laagje voor laagje uitrollen. Ja. En dan doe je hem erom leggen. En dan ga je airbrushen. En dan doe je volgende laagje. En zo bouw je hem op. Nou, wat een werk. Super lekker uit. Hartstikke mooi. Ziet er mooi uit, hè? Geweldig. Ja. Dankjewel. Ja. Anja Berghuis met de berentaart. Die zie ik daar. Ja, die is ook mooi. Gaat nou iets weg. Beauty, De berentaart. Wat een schatje. Enige berentaart. Vertel er eens wat meer over, Anja. Ja, nou ja, het is een beer. Het is een beer, mijn dochter die... Appelbol, het is een bol met appel. Wat een werk, met die spuitmond. Ja, dat valt wel tegen jou, hoor. Dat, een spuitmond. Ja, spuit ook vogelnestjes mee. Een soort, Ik heb ook een beetje last van de zwaartekracht met de oren en zo. Dus. Schitterend. Leuk gemaakt. Wauw, maar hoe snijd je zoiets aan? Ja, het is best lastig. Ja, ga je recht erin. Ja. Ja. Het zijn twee taarten op elkaar. Dus het is, de bovenste is een taart en de onderste is een taart. Met een satéprikker erin. Oh. Nee, ik heb nu gebruikt van een standaard. Dus helemaal van beneden tot aan boven loopt er een standaard in. Okay. Ja, dat zie je op televisie ook altijd. Die opgebouwd worden. Professionele bakker. Dat is wel heel leuk in het taart, hoor. Ja, die heb ik gemaakt voor mijn dochter. Die werd 13. En nou ja, mama bakt. Dus wat wil je? Ik wil een beer. Nou, Krijg je een beer. En wat voor beer? Nou, dat heeft hij.
tijd. Mooi, hè? De hele straat plezier van gehad. Ja. Dankjewel. Angelique van Veenendaal. Met de Romeinse... Is niet domme? Er zit ook nog een eentje. Ja, een Romeinse soldaat. Ja. Het ziet eruit als een echte pop. Ja, dat is ook gedetailleerd is hij. Ja, mooi gemaakt. Dit is meer een taarttopper die je dus op het maakt. Jeetje, Mina. Een taartopper? Topper. Echt heel bijzonder. Is dat iets? Ik weet niet wat het is. Het wordt helemaal gemaakt van eetbaar materiaal. Echt modelleerpasta. Oh. Ja. Ja. Zit ook een beetje in die benen, een soort versteviging? Of? Deze is gemaakt met spaghetti, want ja. Het is eigenlijk voor een wedstrijd gemaakt. Ja, het eetbaar is natuurlijk. Ja, er moet eetbare materialen in zitten. Dus ik mag geen satéprikker gebruiken, nee. Maar... Ze moest spaghetti in zitten. Maar wacht even, dit is toch gewoon kunst? Dit is beyond bakken gewoon. Dit is echt... Het is eetbaar, maar de meeste mensen bewaren het. Ja. Je bent ook een kunstenares. Want dit alleen al die pilaar is... Dat is ook mooi. Dat gewoon dat... Ja, heel mooi gedetailleerd. Prachtig, ja. Je bent ook een beeldhouwster eigenlijk. Ja, zoiets. Ja. Maar je hebt ook hier een prijs mee gewonnen? Of? Ja, eerste prijs. Eerste prijs? Waar? Bij wat? Taart en Trends in Utrecht. Taart en Trends in Utrecht. Ja. Eerste prijs. Leuk. Nou, ik denk mooi, dat echt, het is echt zo de mooi. Kleur is ook mooi. Ja. Zo mooi en die cupcakes die kan je makkelijk proeven. Die ja, ja. Dat zijn carrot cupcakes. Maar dit is inmiddels niet meer zo eetbaar. Nee. 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 Maar nou, hartstikke mooi. Wel mooi gemaakt. Dankjewel. Dankjewel. Marjolein van den Kamp met de theepot. Oh ja, die vind ik ook interessant. Kijk even, die is ook heel erg leuk. Met die bloemetjes. Ja, dat is zo'n... Wie is Marjolein? Ook dat is Marjolein. Maar je bloemetjes zitten op de theepot. Oh, ja. Ja, nou inderdaad zeg. Maar dit is zo'n theepot uit die musical, hoe heet dat? Van de... Ja, Belle and Beast. Ja, ja. Belle and Beast. Of Alice in Wonderland. Ja, Alice in Wonderland. Ja. Ja, wat zit erin? Heb je gevuld met cake? Ja, er zit biscuit in en ik heb hem gevuld met aardbeien, monsieur en bastonje. Okay. En had je een mal voor of heb je hem gewoon op maat gesneden? Weet je zelf? Ik heb twee halve bollen. Oké, twee halve, ja, die toen een beetje bijgesneden. Nee, niet eens. Oh, niet eens. Nee, okay, ik heb ze gewoon doorgesneden. En hoe ben je erop gekomen om een theepot te maken? Waar zijn er reden voor? Ja, ik had hem vorig jaar voor mijn moeders verjaardag gemaakt. En die is helemaal fan van theepotten. Dus je moeder verzamelt theepotten? Nee, die is er helemaal gek van. Ja, maar verzamelt ze... Nee, dat niet. Nee. Als ze door binnen de straat loopt, dan zegt ze... Ze is er helemaal gek van, maar ze gooit even stil bij een mooie theepot, inderdaad. Ja, dat wel. Ja. Nou, prachtig. En als we een doorsnijden, wat proeven we dan? Wat is je mee gevuld? Aardbeien, monsjoe. Smaak je ook de thee? Nee, dat niet. Nee. Oh, dat is wel een leuk idee. Ja, precies. Voor de volgende keer. Right. Ja. Maar wat zit erin? Sorry. Aardbeien, monsjoe en bastonje. Oh, dat is ook niet geverkeerd, hè? Nee. Oké. Hartstikke mooi, dankjewel Marjolein. Je hebt niet dan hebben we nog de genotswolktaart. Oh, ja. Oh, dat is zeker een genot, zeg. Geweldig. Dat is een hele maaltijd. Ja. Wie van jullie heeft hem gemaakt? Zij heeft hem gemaakt. Je bent Marina. Ja, klopt. Oké, vertel eens wat, Marina. Nou, er zit heel veel in. Heel veel abrikozen, cranberries, sinaasappelen. Ja, maar wel zonder suiker. Hey. En omdat er steeds wordt gezegd... ja, er is zoveel suiker en een suikerpiek... heb ik hem gemaakt met kokosbloesemsuiker. Kokosbloesemsuiker. En dan gaat je suikerspiegel niet proeven. Ja, proeven maar. Wil je proeven? Ja, ik voel een proefmoment. Er zitten noten in en is heel gezond. Heel gezond. Maar wel heel lekker. Nou, dat hoor je niet veel van een taart. Heel gezond. Hey, daarom. Nee. Ja, daarom heet hij de genotswolktaart. Ja. Dus toch genieten met de kerst. En dan heb je er lekker een beetje kompot bij. Ja, dat is een cranberry kompot met sinaasappel en portsaus. Nou, Thomas. Heb je een vork? Hoezo ben ik de drankliefhebber van de taartenbusiness? Ja, dat is echt onzin. Kom maar gewoon op mijn hand. Een zware... Het kan gewoon uit de hand. Ja, ja. Ja, hoor. Oké. En weg is hij. Ja, 1, 2, klein stukje zwanger, Thomas. Klein stukje. Zeker als hij gezond is. Moet je met je dieet? Alles goed? Dat is echt Christmas cake. Ik doe er een beetje kompot bij. Cranberry kompot. Maakt er een drank in. Cranberry kompot. Daar zit sinaasappellikeur in. Ja. En daar een beetje. Dat proef ik. Welkom. Ja. Dat is altijd lekker. Maar dit is echt een kerst. Dit is echt heel leuk. Met noten, hazelnoot. Het is avondvullend deze taart. Kun je de hele avond mee doorbrengen. Je kan lekker omheen zitten met talen en met fondue. Vorkjes erin. De tip is als je geen suiker gebruikt, gooi er veel drank in. Ja. Dan heb ik er nog één. Die is van Ria Dokter. Die staat hier ook met een prachtige kerstkrans. Met allerlei speelgoedfiguurtjes erop en zo. Hè? Ja. De kerstkrans. Ja, het is kerst. Dat is, was dat. Praat ik met de goeie? Ja, je praat met de goeie. Ja. De kerstkrans, ja, dat is niet zo moeilijk. Waarom heb je hem gemaakt? Het is kerstmis. Ja, nou, het is inderdaad voor de kerst. Het is een cookie cake gevuld met witte chocoladecreme. Zelfgemaakte lemon curd en met lime merengue schuimpjes ertussen. De lemon curd zit erin ook, zeg maar. Zit ertussen, ja. Ertussen. En in lagen gemaakt. Dus en in laagjes gemaakt, ja.
Geweldig, hè? En hoe hou je dat zo plat, die ringen? Gewoon als je een goed koek. Nee, als je een goed koekdeeg hebt, dan loopt die niet uit en dan blijft die zo. Het zijn gewoon ronde koeken. Dat was een beetje bij Ahmed, inderdaad. Dat ging dan. Ja, maar ja. Als je vragen stellen? Tuurlijk mag je vragen stellen. Tuurlijk. Ik ben oprecht nieuwsgierig. Tuurlijk, schat. Vraag gewoon. We knippen het er toch uit. We moeten wel op een gegeven moment naar huis ook. We zijn door de taarten heen. Dus we danken u weer voor het kijken. En volgende week zijn we er ook weer via internet natuurlijk. En we zijn er ook weer zondag met Heel Holland Bakt. En dan maandag weer met Smaak naar Meer. En het hele week dus hier te zien op heelhollandbakt.nl. Dag!